Na de vierdaagse gaat de gemeente Heumen in samenwerking met de provincie de Rijksweg in Malden renoveren. De huidige afgesleten laag asfalt zal vervangen worden en er worden vier infiltratievoorzieningen aangelegd om het regenwater beter af te kunnen voeren. Ook wordt de oprit van de McDonald's aangepast. Rondingen zullen ervoor zorgen dat bestuurders makkelijker de bocht kunnen nemen. Wethouder René Waas gaat ervan uit dat het verkeer drie à vier maanden hevig belemmerd zal worden door de werkzaamheden. Ook gaat de provincie op eigen kosten een aantal huizen naast de Rijksweg geluidsisolerend maken.